Morgen is wat. Donna spant de kroon. Ja, helemaal geweldig is die. Heeft zanger Michel de X-factor? Nou, wat ik vooral voor Michael of Michel Rolsingen heb gedaan, is natuurlijk ook danseressen geregeld. Maar nu eerst een crash voor mannen. Voor veel mannen is het een grote nachtmerrie. Winkelen. Het grote blauw-gele woonwarenhuis heeft er iets op gevonden. Men lent. Een crash voor mannen. Ik weet niet hoe mannen zich op laten sluiten in die crash. Ja, smal land voor de kleintjes en manland voor de grote, ja. De eerste proef is in Australië gestart. Zou het ook iets voor Delft zijn? Ik word er niet enthousiast van. Dat mannen zeg maar een biertje kunnen tappen, voetbal kijken, dat soort dingen. En dat de vrouwen dan losgaan. Oh, heerlijk, lijkt me dat. Ik heb hier de mannen dumpen. Dat was mooi. Bij kinderdagverblijf Pippeloentje in Delft zien ze wel wat in de mannencrash. Dan kunnen ze huis bouwen met hele grote blokken. Nou, dan kunnen ze alvast een eigen idee inbrengen, toch? Kijk, dit is ook wel leuk, want hier kunnen ze lekker op zitten. En dan kunnen ze zo opwippen. En mannen, hebben jullie nog wensen? Nou ja, misschien af en toe dat er eens een keer gedate kan worden of zo. Dat lijkt me toch ook wel leuk. Speeddaten? Speeddaten, ja. Ballenbak met echte voetballen. Met een soort kunstdoel. Zo'n ballenbak kan geregeld worden hoor, heren. Jong geleerd, oud gedaan. Ja, u gaat wel lekker in de ballenbak zitten, denk ik. Ja hoor. Toch zijn er ook nog wat praktische bezwaren tegen de mannencrash. Maar hij moet wel mee, want hij heeft het geld. Dit is de kroon. En hier gaat hij om. Donna heeft een droom. Ze wil niets liever dan een woning huren in de kroon. Het nieuwbouwproject op de plek van de Zwarte Madonna. De kroon, nou, daar hoorde ik 5,5 jaar geleden voor het eerst van. En ja, sindsdien laat het me gewoon niet meer los. Ik ben door de jaren heen, ben ik ook heel vaak langs gefietst. Kijken naar boven van hoe hoog zijn ze en schiet het al op. Kijk, dit is dus mijn kelder. Er stond op de website dat het eerste kwartaal van dit jaar zou de kroon opgeleverd worden. En ik ben toen als een speer verhuisdozen gaan halen. En ik ben gewoon, terwijl ik nog niet eens weet of ik wel dat huis krijg, maar ik ben gewoon al mijn halve inboedel gaan inpakken. Het is bijna een obsessie eigenlijk. Dit is mijn spandoek. En hiermee probeer ik de aandacht te vragen van de passanten. Ik wil wonen in de kroon. Wilt u mij steunen met een handtekening? Nou heb ik hier helaas een foutje gemaakt, want ik had haast om hem te maken. Goedemorgen dames. Zouden jullie mij misschien willen steunen met een handtekening? Kijk, dit is hem dus in vol ornaat. Ja, is het niet mooi? Schitterend, hè? Ja, helemaal geweldig is die. Ik heb een verrassing voor je. We gaan een appartement van binnen bekijken. Echt waar? Dat meen je niet. Ah, te gek zeg, hé. Ja, helemaal geweldig. Dat had ik echt nooit verwacht. Als Donna de medewerkers van de woningcorporatie ontmoet, wordt het er allemaal eventjes te veel. Nee, dat jullie zouden meewerken. Nou, we gaan een kleine woning laten zien. Kijken, maar ja, zo enthousiast. Ja, ik hoop niet dat het tegenvalt. Kijk, twee binnen. In de hal. Oh. En dit is de woonkamer met de open keuken. Ja. Weet jullie dat ik zelfs zo gek ben dat ik mijn laminaat al gekocht heb? Al 3 maanden geleden. Je naam, woonplaats en handtekeningen, alsjeblieft. Donna blijft stug handtekeningen ophalen totdat ze hoort of een van de woningen voor haar is. Maar of het helpt? Nou, dat weet ik niet. Dat hoop ik van harte. Maar ik heb het er gewoon voor over. En ja, als het niet lukt, dan ben ik teleurgesteld. Maar dan accepteer ik dat gewoon. Echt? Ja. Het zal wel even moeilijk zijn, hoor. Over 2 à 3 weken krijgt Donna de uitslag. Straks in Tis Wat lukt het Michel om landelijk door te breken? Echte fans? Ja, 2025 zo'n beetje. Echte fans, de diehards. Een eerste indruk maak je maar 1 keer. Maar welke indruk hebben anderen van ons? Wij zetten een willekeurig persoon op het blok en het is aan voorbijgangers en u thuis in te schatten wie dat is. En vandaag deze meneer. Vraag 1. Hoe oud is hij en welk beroep heeft hij?
gaan ze een kraaienpootje zien. 52. Ik denk 43. 42. Ik denk dat die boer is. Schilder of iets creatiefs. Een visser of iets dergelijks. Nee, hij is geen muzikant. Hij doet een beroep waar hij plezier bij heeft. Wat is zijn favoriete muziek? Jaren 60, 70, muziek. Klassieke muziek. Ja, zo'n meedijner. Zigeunermuziek. Levenslied meer? Nee. En nu is het tijd. Mr. X, wie ben je? Ik ben Ed Citroen, ik ben troubadour. Ik speel op allerlei feestjes, dus heel veel op bruiloften en verjaardagen. Daarnaast ben ik nog singer-songwriter met eigen liedjes. En ik schrijf Nederlandstalige liedjes. Ik heb nu toevallig een leuke single uit, die heet Kaatje en Kees. Dat is echt een enorme leuke meezinger. En de zomer was heet en de zomer was lang en de zomer was goed voor Kaatje en Kees. De zomer was warm en de zomer was klam en zo mooi voor verliefd in het feest. En sjalalalala, lalalala. Ja, ik heb in 1996 heb ik opgetreden met Sting. Dat was in een café in Amsterdam tijdens de fanclub meeting. Ik sprong even het podium op en ik was daar toevallig aan het spelen en samen hebben we een mensje in de bottenhoor gezongen. Dus daar ben ik echt enorm trots op het optreden. Nou, voor de rest ben ik vrijgezel, ik ben 45 jaar, ik woon op een woonboot. Ik leef natuurlijk heel erg hectisch als muzikant op allerlei feestjes. Een enorme herrie aan mijn hoofd en dan kom ik thuis en dan is het allemaal heerlijk rustig tussen de koeien en de schapen. Dus een geweldig leven, ja, enorm happy. Deze week in Tis Wat, elke dag een aflevering over het Haagse artiestenbureau Amber Music. Nou, op dit moment heb ik natuurlijk JJ Bauer, Michel Bolsink, Richie, maar ook vele andere artiesten. Met in de hoofdrol Bianca Dame. Ik heb bijvoorbeeld ook hele bekende artiesten nu op dit moment. Dat is Rob. Even kijken, Rob. Want met Bianca aan hun zijde gaan ze er wel komen. En vandaag is Bianca aan het werk met Michel Bolsink. We gaan een fotoshoot van Michel Wolsing nemen. En ja, dat gebruiken we meestal voor een optreden of iets dergelijks. Altijd extra materiaal is altijd heel erg goed. En soms ook voor de fans. Elke morgen komt. Michel komt uit de Achterhoek. Is nu 1 jaar solo-artiest en heeft al heel veel fans. Echte fans? Ja, 20, 25 zo'n beetje. De echte fans, de diehards. Ja, ja, we zijn fans van Michel. Ja, we hoorden dat Michel hier in Kijkduin was. En we wonen zelf in Den Haag. Dus we dachten van, hé, lekker dichtbij. En we kunnen Michel nog een keer in het levende lijf ontmoeten. Geweldig, ja. Steeds weer als ik jou zie, is het of ik rozenrijk. Jeez. Het artiestenleven valt Michel soms zwaar. Je kunt op dit moment echt zeggen dat het meer geld kost dan dat het opbrengt. Mijn hart en ziel zou ik je willen geven. Vooral als beginnend artiest moet je alles zelf bekostigen. En het is niet alleen het liedje opnemen in de studio, daar ben je er niet mee. Kijk, je kunt een singeltje opnemen voor €500. Je kunt een singeltje opnemen voor €1500 en je kunt een single opnemen voor €2000. Nou, dan moet er een videoclip komen. Een videoclip ben je ook €500, €600, €700 kwijt. Je laat 500 cd's persen, kost je ook €1000. Dat ding moet geplukt worden en moet naar de radiozenders gebracht worden in Nederland die er toe doen. Dat kost je ook weer €800, €900. Dus al met al ben je €5000 kwijt als je één singeltje uitbrengt. Maar dan doe je het wel goed. In de Achterhoek is Michel wereldberoemd en dan gebeuren er soms rare dingen. Nou, ik heb een echte diehard fan, dat is Joycey heet ze. En die heeft er van mij een portretfoto op de arm laten zitten, hier zo op de rechterkant. Dus zulke dingen gebeuren ook, helemaal top. Michel wil landelijk doorbreken, maar ja, die X-factor hè? Ja, X-factor, wat is een X-factor? Het gaat niet alleen om hoe je eruit ziet en of je goed kunt zingen. Ten eerste gaat het om of je heel veel geld hebt. Dat is gewoon zo. Het heeft met heel veel geld te maken. En je moet de juiste mensen treffen. Nou, wat ik vooral voor Maaike of Michel Wolsingen heb gedaan, is natuurlijk ook danseressen geregeld. En ook dansles, want dat heeft hij ook gehad. En wat ik ook voor hem heb gedaan, is een groot optreden. Voor een, geloof ik, 6.000, 7.000 man of ja, zo. Festival. In het voorprogramma. Festival. Ja, dat was geweldig. Leuk. Zal het Michel gaan lukken? Wordt hij ooit een A-artiest? Ja, zoals hij nu doorgaat wel, want hij is ook bij Radio NL geweest. En hij heeft een enorm doorzettingsvermogen. En dat is denk ik ook de spirit. En ook heel goed in zijn verkoop en ook doordacht. Ja, het is wel heel leuke muziek dat in je hoofd blijft hangen.
morgen zijn we op pad met zanger JJ Bauer. Nou jongens, hartstikke leuk, gezellig. Dat zeg ik, gezellig. Hey Siem, wat vind jij van onze politici? Noem maar een partij op die nou werkelijk eens wat voor de mensen betekent. Het is allemaal bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Hupsakee. En de heren die twee huizen hebben, dus belasting op het tweede huis, dat gaat niet door. Nee, dat begrijp ik. Ze hebben hun hebben allemaal twee huizen. Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl. En ik zeg tot morgen!